De allerbelangrijkste redenen waarom jouw bedrijf als VA zou mislukken. Allereerst is het belangrijk, en dat is echt het allerbelangrijkste, dat de kans op mislukking groot is als jij niet doet wat je leuk vindt. Hè? We gaan al heel snel in de u vraagt wij draaien houding. Dus oké, wil jij dit als klant, oké, dan doe ik dat wel voor je. Terwijl ik geloof dat het zo belangrijk is om echt heel dicht bij jezelf te blijven. Want als jij heel dicht bij jezelf blijft, dan ga jij het allerbeste geven aan jouw klanten. En dan krijg jij het allerbeste. Dus dat is het eerste punt. Dus het is voor jou ook daarbij heel erg belangrijk dat je een duidelijk doel hebt. Waarom heb jij jouw bedrijf? Wat is jouw grote why? Waar doe jij het voor? He, als jij jouw grote doel niet helder hebt, heb jij ook een gebrek vaak aan motivatie. Zorg ervoor dat het heel erg helder is wat je doel is. Daarbij is het ook belangrijk, dat is de volgende punt waarop het fout kan gaan, gebrek aan grote ambitie om bovengemiddeld te presteren en om te betalen voor succes. He, kijk, ondernemers willen namelijk werken met mensen die heel erg gedreven zijn en het allerbeste uit zichzelf halen. En die ook investeren in zichzelf zoals zij ook investeren in hun bedrijf. He? Dus dat is heel belangrijk. Daarbij is gebrek aan opleiding. Kijk, de markt verandert continu en alleen maar sneller. Als we kijken naar de rekenkracht van de computer, dat gaat steeds sneller en sneller. Hoe snel alles ontwikkelt. Dat vraagt ook van jou dat jij opleidingen volgt om up-to-date te blijven in de markt. Want als ik kijk naar toen ik VA was, waren mijn klanten super blij dat ik mezelf zo bleef ontwikkelen, omdat zij op die vlakken geen tijd hadden om zich daarop te ontwikkelen. Daarvoor huurden ze mij als expert in. Dus zorg ervoor dat je je laat trainen en laat scholen. Ondernemers willen namelijk betalen voor mensen die zeer effectief werken, maar ook heel erg daadkrachtig zijn in hun bedrijf. Gebrek aan zelfdiscipline, ook een punt waarop het fout kan gaan. Want ja, ondernemen komt niet aanwaaien, daarvoor is het nodig dat jij zelfdiscipline hebt. Hè? En dat je je negatieve eigenschappen als persoon onder controle hebt. Uitstelgedrag, ook een hele grote, een heel belangrijk punt. Uitstelgedrag van ja, dat is spannend, dat is eng, ik doe dat wel een andere keer en dat snap ik. Want het hele ondernemerschap is spannend en eng. Maar je zult merken als je een stapje steeds buiten je comfortzone zet, dat het steeds meer went en dat het steeds makkelijker wordt. Dus zorg ervoor dat je je uitstelgedrag gaat herkennen, hè? En dat je er iets mee gaat doen. Want het begint bij het herkennen daarvan. Dan het ene laatste, dat is gebrek aan doorzettingsvermogen. Hè? Want ja, ik zeg al, het komt niet aanwaaien. Dus doorzetten, ook al zit het tegen. Weet je, het zit niet voor niks tegen. Het heeft een reden. Hè? Dus, en soms begrijp je het niet helemaal, maar so be it. Dus zorg ervoor dat je doorzet, ook al zit het tegen. Weet je, het komt bij mij ook niet altijd aanwaaien. Het zit ook wel eens tegen. Natuurlijk baal ik daarvan. En jij zal er ook van balen als het tegen zit. Maar het gaat erom dat je zegt zo, powervrouw. Ja, ik ben een powervrouw en ik ga door. En het laatste punt wat ik wil bespreken is negatieve persoonlijkheid. Kijk, ondernemers willen zaken doen met leuke, fijne mensen, daadkrachtige mensen. En zorg ervoor dat je je persoonlijkheid onder controle hebt. Ik zeg altijd, zakelijk succes valt of gaat samen met persoonlijke ontwikkeling. Dus zorg ervoor dat je je ook, zowel zakelijk, maar ook persoonlijk ontwikkelt. Kijk, als ik kijk naar de opleidingen die ik geef, de VA's die ik train, worden zowel op zakelijk vlak, maar ook op persoonlijk vlak door mij gecoacht en mijn team. Wij vinden dat heel erg belangrijk. Dus zorg ervoor dat je dat ook ontwikkelt, want dat is super belangrijk. Dus ik hoop dat je heel veel aan deze tips hebt en ik ben heel erg benieuwd naar je reactie. Dus laat hem hieronder achter.